Hoi, mijn naam is Chris, de groene reporter van Gluren bij Duurzame Buren. Een evenement van de 7 West-Friese gemeenten. En in de week van 8 oktober neem ik je mee naar 7 woningen uit onze regio. En de bewoners gaan ons alles vertellen over verduurzaming, hun ervaringen, tips, kortom, daar moet je bij zijn. En het leuke is, dat kan ook. Geef je dan ook op via de site en dan zien wij elkaar terug bij weer een nieuw seizoen van Gluren bij Duurzame Buren. Ja, welkom vanuit de gezelligste keukentafel van Enkhuizen. Die van de familie van Katwijk. Wat leuk dat we hier mogen zijn. Ja, welkom. Ja, leuk. Zeg, er kijken best veel mensen, hè, jullie, heb ik me laten vertellen. Ik heb er geen idee van, maar ik heb mijn hele familie gewaarschuwd en mijn kinderen. Dus, Kijk eens aan. En de kleinkinderen misschien ook nog wel. Als nou, ze niet, de oudste is 6. Ik denk dat die al te bed liggen. Oh, oké. Okay. Hé, hey, wat leuk. En wat vind je ervan? Al dat soort studio in je woonkamer. En, ja, het is weer wat anders, hè? Ja, ja, wel echt superleuk, superleuk. Ja. Ja, en voor de fans van Reizen de Haas die denken, hé, wat is reizen veranderd? Dat klopt, want vanavond Wouter Ellis van het Duurzaam Bouwloket. Welkom aan tafel. Ja. Leuk dat je welkom. Bent. Ja. Dit doe je vaker, vertelde je. Ja, nou, niet in deze setting altijd. Gluren met de duurzame buren is wel een uniek iets. Ja. Maar wel vaker informatieavonden. Webinars geven we. Ja. Zoveel mogelijk om mensen te informeren. Het is iets wat je graag ligt. En wat ben jij bij het Duurzaam Bouwloket? Ja, ik ben adviseur voor de woningbouw. Dus dat betekent dat wij eigenlijk alles wat met duurzaamheid te maken heeft, om je huis daarover adviseren. Ja. Je kunnen helpen met adviezen, wat je kan doen. Maar ook koppelen aan bedrijven bijvoorbeeld. En doe je dat al lang? Ik zelf zit hier nu bijna 2 jaar. Wel meerdere jaren al in de duurzaamheid, dus het is wel een hoek waar je, daar groei je in. Ja. En het bedrijf bestaat echt al meerdere jaren, dus 10 jaar, 15 jaar, zoiets. Het begon geloof ik als een studieproject, hè, dacht ik. Ja, de 2 eigenaren die zijn van school afgekomen met een studieproject en zo eigenlijk begonnen. En we doen het ondertussen voor heel wat gemeentes in Nederland al meer dan 130 op dit moment. Prachtig, zeg. Ja. Nou, geweldig, toch? Zo kan dat gaan. Hey, en jij zit ook in de duurzaamheid, hè? Niet alleen je huis, maar... Je bent een monteur van origine, toch? Ja, vroeger was ik monteur in centrale verwarming. Ja. En het lichaam werd wat minder, dus toen werd aan mij gevraagd of ik mensen wat wou adviseren over duurzame energie. Ja. En vond ik eigenlijk hartstikke leuk. Dat lag je wel. En dat lag mij inderdaad wel, ja. Ja, dat deed ik altijd met veel plezier. Om te vertellen, zeg maar, dat het niet duizenden euro's hoeft te kosten, maar dat het ook op een vrij goedkope manier allemaal kan. Ja, en een mooie toepassing inderdaad. Want er zit, ik zei net al, de gezelligste keukentafel van Enkhuizen, maar dat is ook zo, hè. Want hoe lang wonen jullie hier nu met z'n tweeën? 12 jaar. 12 jaar al? Ja. Want jullie woonsituatie was anders, hè? Ja, zeker. Dat was veel groter en... In een ander deel van het land. Oh, een ander deel van het land ook? Oké. Okay. Ja, ben jij wel een echte Enkhuizer, Herman? Nee, ik ben geen echte Enkhuizer. Nee. Ik woon al vanaf mijn 5e in de streek. Oh, okay. Laten we het maar zo zeggen. Ja, precies. Maar hiervoor hebben wij in Friesland gewoond. Ah. En daar hadden we echt inderdaad een heel groot huis. Maar ja, toen de kinderen de deur uitgingen, was dat niet meer nodig. Ja. En ik kwam hier eigenlijk vandaan. En ik reed alle dagen heen en weer vanuit Friesland naar Zwaag toe, waar ik werk zat. Dus toen zeiden we, toen de kinderen de deur uit waren, van we gaan mooi weer terug hier naartoe. Kijk eens, het is van Friesland naar West-Friesland. Ja. Bevalt het? Nou ja, als je 12 jaar blijft dan... Ja, nou, ik mis Friesland nog wel eens, hoor. Ja? Toch wel. Ga je nog vaak de dijk over? Of, Regelmatig. Ja, de kinderen wonen nog daar, zeg maar. We hebben daar nog kinderen in Jouren wonen, in Rode. Kijk eens aan. Maar ook nog 2 in Enkhuizen en 1 in Heemskerk. Dus we reizen even goed het hele land door. Ja, precies. Ja. Ja, ik hoorde het ook al van mijn ouders. Sinds dat ze opa en oma zijn geworden, hebben ze daar niet drukker gekregen dan... daar komt het eigenlijk wel op neer. Wel. Ja. Nou, hartstikke mooi dat het dan nu hier bij jullie is en dat jullie er niet voor hoeven te rijden, inderdaad. We zitten gezellig aan tafel. Gelukkig komen we zometeen ook weer terug. Want we gaan zometeen kijken naar de rondleiding in dit geweldige, gezellige pand. Dus veel plezier. Weer een nieuwe aflevering van Gluren bij Duurzame Buren, een project van de 7 West-Friese gemeenten. En we zijn vandaag in de gemeente Enkhuizen, bij de familie van Katwijk. Welkom. Ja, wat voor type woning is dit, Herman? Dit is een 2-onder-1-kap woning. Ja. En gebouwd in de jaren 70.
Dus nog wel redelijk geïsoleerd, zeg maar. Dakplaten geïsoleerd, de muren zijn geïsoleerd. Dus daar hoefden we weinig aan te doen. Met wie woonden jullie hier? Wij woonden hier met z'n tweetjes. Ah, gezellig. Ja, voordat de kinderen waren allemaal de deur uit. En toen zijn we van groot zijn we naar klein gegaan. Wat hebben jullie dus inderdaad allemaal gedaan? Wat wij gedaan hebben is zoveel mogelijk verduurzaamd. Door zonnepanelen te nemen. Door een zonneboiler te nemen. Een pelletkachel op de centrale verwarming. Dat ik mooi op tijd mijn pensioen ken. Kijk eens aan, want dat is voor jou echt een belangrijke motivatie, hè? Nou ja, de gasprijzen en de stroomprijzen, die reizen uiteindelijk de pan uit. En ja, als je een paar centen over wil houden, dan zou je het gewoon op een andere manier moeten doen, zeg maar. Want het hoeft niet altijd heel duur te zijn. Nee, dat klopt. Nou, ik ben hartstikke benieuwd, dus we gaan rondkijken. En waar staan we nu? We staan nu bij een lage temperatuur convector. Enfin, ik heb er laag temperatuur van gemaakt. Door er ventilatoren op te plaatsen. Even, ik als leek, ik snap er helemaal niks van. Kan je het uitleggen? Normaal gesproken werkt een radiator of een convector op een temperatuur van 90 aanvoertemperatuur, retour 70 graden. Ja. Door middel van ventilatortjes erop te zetten, kan je de warmte eerder benutten. Dus kan je ook met een lagere temperatuur de boel warm krijgen. Juist, en hoe kan je dan die warmte eerder benutten? Hoe werkt dat dan precies? Er zitten twee ventilatortjes, die heb ik in serie geschakeld. Het werkt op 220 met een trafootje. Ja. Achter de convector zit een sensor op de leiding geklikt. Zodra die een temperatuur meet van rond de 35, 36 graden, gaan de ventilatortjes draaien. En dan kan je veel eerder van de warmte gebruik maken. En is dat comfortabel? Want het is hartstikke comfortabel. De pelletkachel. Ja. Hij ziet er mooi uit, maar hoe werkt hij? Hoe werkt hij? Je gooit de bak vol met dit soort pellets. Ja, lijkt wel een beetje biksachtig spul. Ja, hè? Maar je moet hem niet aan een paard geven. Nee, precies. Dan raakt hij verstopt, zeg maar. Ja. En middels een wormwiel wat er onderin zit, gooit hij het in een bakje in de kachel. In dat bakje zit een gloeispiraal en die zorgt ervoor dat die pellets gaan ontbranden. Ja, waarom is dit nou zo schoon, die ontbranding? Als die goed afgesteld staat met de juiste hoeveelheid pellets en de juiste hoeveelheid ventilatie, ja, dan krijg je een hele schone verbranding. En ze zeggen, de experts zeggen, voor die pelletkachels ontwikkelen, vaak nog schoner als een gasketel, cv-ketel. Ja, en komt er veel warmte vanaf? Want je hebt het even anders ingericht, hè, hier in huis. Dat is best wel uniek. Dat klopt. Dit is een pelletkachel op de centrale verwarming. Aha. Achter zitten twee aansluitingen. Ja. Die heb ik aangesloten op de centrale verwarming. En in de pelletkachel zit een cv-pomp, een expansievat. Die zorgt ervoor dat het water door de cv-leidingen heen gedaan wordt. Heb je dat zelf gedaan of zat het er al standaard in? Nee, die kachel hebben we zo gekocht. Dat zit er standaard in. Dat is een pelletkachel, dat noemen ze dan hydro, op water. En je kan ze ook kopen zonder centrale verwarming. En dan zitten de ventilatoren in, die dus de warmte de ruimte inblazen. En dan kan je ze ook nog krijgen met een extra aansluiting aan de achterkant. Dat ze ook nog de warmte naar andere ruimtes toe brengen, de lucht. Maar jullie hebben de hydro van jou gekozen? Ja, klopt. En bevalt het goed? Zit je in de kou of niet? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Hij doet het alles keurig verwarmen. Deze kachel, dat is een 6 kW kachel. Waarvan die 2 kilowatt aan warmte zeg maar uitstraalt de kamer in en 4 kilowatt richting de radiatoren brengt. Ja. Het programma heet Gluren bij Duurzame Buren, maar jij hebt letterlijk je buurman ook meegesleept in dit avontuur. Ja, klopt, klopt. De buurman kwam kijken en die vond het zo'n mooi systeem. Die vroeg van Herman, ik koop zo'n kachel, zou je van mij ook al willen aansluiten? En die heeft hem dus op de vloerverwarming, dat is ook een lage temperatuur. En ik hoor hem nog niet lagen, zeg maar. Dus ook een blije buurman. Ja. Nee, want bedankt voor de rondleiding. Graag gedaan. We hebben een hoop gedaan. Wat is nou voor jou de belangrijkste reden geweest om dit allemaal te doen? Nou ja, we worden natuurlijk van Rijkswegen al gevraagd dat we allemaal moeten verduurzamen. En er werd ook subsidie opgegeven natuurlijk op verschillende dingen. Bij de ene kreeg je subsidie op, bij de andere krijg je weer btw terug. Ja. En het is natuurlijk, als je geld op de bank zet, krijg je niks. Dus je kan het ook investeren in duurzame energie. Ja, we hadden het net al even over. Het hoeft namelijk niet alles te kosten, toch? Nee,
Nee, dat klopt. Is dat voor jou ook echt een uitdaging geweest? Nou ja, omdat ik in mijn werk ook daar al een klein beetje mee bezig was. Mensen wat adviseren over duurzame energie. Had ik zoiets van, nou, dat kan ik bij mijn thuis ook doen, zeg maar. Ja, en wat zijn je ervaringen? Is het louter één positief verhaal geweest? Of heb je ook nog wel eens tegenslagen gekend? Nee, het is wel, als je er een beetje sjoegen en kijk op hebt, is het gewoon een positief verhaal. En als je dat nou niet hebt, wat raad je dan aan? Want er zitten genoeg mensen te kijken die niet de technische kennis hebben. Nee, nou, dan kan je het altijd door een bedrijf laten doen. En zeker de manier waarop ik het gedaan heb, kost het je bij elkaar, wat ik hier gedaan heb, zeg maar, als je door een bedrijf laat doen, iets van 15.000 euro. Ja. Dat zijn heel andere prijzen als je over warmtepompen praat, die warmte uit de grond vandaan halen of warmte uit de lucht vandaan halen, waar je gewoon vanaf 15.000 euro begint te praten. Ja, dus jij zegt eigenlijk, joh, haal die kennis in huis. Precies. Zoek desnoods iemand op. Precies. Doe het zelf, want je kunt zelf meer dan je kunt. Ik heb hier bijvoorbeeld de laatste set zonnepanelen die ik hier neergelegd heb. Dat is een plug-and-play set. Je kiest zelf je systeem op dak kies je uit. Je kiest zelf je zonnepanelen uit. Je kiest zelf je omvormer uit. Je zegt, zo lang moet het snoer wezen. En hun zorgen dat het plug-and-play binnenkomt. Zonnepanelen, dat zou ik als eerste gaan doen. Die leveren gewoon het meeste rendement op. Kijk eens. Die hebben een rendement van 8%, zeg maar. Ja. Nou, Herman, dankjewel voor deze rondleiding. En ik hoop ook dat jij hebt genoten van deze aflevering van Gluren bij Duurzame Buren. Een evenement van de 7 West-Friese gemeenten, Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord en natuurlijk het Duurzaam Bouwloket. Wil jij nou weten wat jij kan doen? Kijk dan even op de site van het duurzaambouwloket.nl. En dan zien wij elkaar weer terug bij de volgende aflevering van Gluren bij Duurzame Buren. Yes, welkom terug aan de keukentafel. De gesprekken gingen hier lekker verder. Het is superleuk, toch zondagavond. Ook voor jou natuurlijk. Dus heel tof dat je kijkt. Jij kunt hier ook aan tafel komen zitten. Nou, letterlijk wordt misschien een beetje een probleem. Maar je kunt sowieso je vraag stellen via of de chat. Of via een WhatsApp-nummer. Komt zometeen in beeld. En dan hebben we onze lieftallige Janneke Spijkstra. En die zet dan de vragen door naar onze tafel. Kun je lekker meedoen in het gesprek. Mooie rondleiding. Maar we misten toch nog een aantal dingen, hè? Ja. Ja, dat deze woning helemaal gasloos is. Juist, en dat is natuurlijk een bewuste keuze geweest. Ja, dat is een bewuste keuze geweest. En dat blijkt nou maar weer. Want ja. De gasprijs is sky high. Ja, je zegt het al tijdens de rondleiding en het is zo. Ja, ja. Precies. Het is toevallig zo uitgekomen. En als je dat de gasprijs een beetje uitlegt tegen de pallets die ik verstook, zeg maar, scheelt het meer dan de helft qua prijs. Ja, oké. Okay. En hoe lang ben je al van gas af? We zijn dit is nou het derde jaar dat we van het gas af zijn. Oké, okay. En ben je een beetje aangestoken door de campagne of hadden jullie het al? Nee, dat was gewoon via mijn werk. Oké. Okay. Omdat ik al adviseerde voor mijn werk. En nou ja, net wat ik ervoor in het filmpje ook al zei van ja, je centen krijgt toch niks. Dus dan kan je beter op een andere manier investeren. Ja, jullie investeren dat liever in duurzaamheid toch? In duurzaamheid, ja. Ja. Kijk, en ik ben nou 61 en ik ben met pensioen. Ja, nou. Heel tof. Geen kosten meer aan mijn huis, geen kosten meer aan de energie. Dus ja, perfect. Dan denk ik altijd, wie kan dat nog zeggen? Toch? Nou ja, ik hoop dat als mensen ook gaan investeren in duurzaamheid, dat ze ook op tijd kunnen stoppen, zeg maar. Ja, want over een paar jaar moet je werken tot je 80ste. Nou ja, maar zo is dat. En vaak worden financiële keuzes natuurlijk wel aangevoerd als zijnde. Toonaangevende keuzes. Maar was dat voor jullie ook zo? Was het puur om het geld te doen? Of toch ook de toekomst te netten? Wat was er een beetje de ja, nou, de redenen? Het kwam ook een beetje door het overlijden van mijn moeder en de verkoop van haar huis. Daar hebben wij een centje van meegekregen. En op de bank kei toch niks. Dus ja, dus investeren. Ja, precies. En jullie wonen hier perfect. Jullie wilden ook niet weg. En, nee, eigenlijk niet meer. Doen, ja. Nee. Het is zo koud. Zie je dat vaker terug in de vragen die jullie krijgen? Op mensen die dus inderdaad iets over hebben. Die kijken naar de financiële situatie. Nou ja, geld is een hele belangrijke reden om dingen te doen.
Ik wil ook altijd benadrukken dat het natuurlijk enorm bij kan dragen aan je wooncomfort. Mm-hmm. Dus geld, wooncomfort en een derde die heel belangrijk is, de wereld beter achterlaten. Dus als het alleen maar geld moet kosten, wordt dat een stuk moeilijker. Ja. Maar ja, als het ook geld oplevert en je doet goed, dan maakt het natuurlijk wel allemaal een stukje makkelijker. Ja. We hadden het net al even over de energieprijzen inderdaad, hè? Toch weer even bij het financiële verhaal. Jij vertelde net in het vorige gesprek bij ons, staat de telefoon rood gloeiend op dit moment. Ja, uiteindelijk, wij roepen dit natuurlijk met z'n allen al jaren van, let op, we zijn afhankelijk van gas. En dat gas, dat komt uit Groningen. En als we daar de kraan dichtdraaien, dan worden we afhankelijk van de wereldmarkt. Mm-hmm. Ja, en die wereldmarkt, die slaat op dit moment helemaal op hol. Ja. En mensen zien hun energierekening gewoon stijgen. En ja, dan ga je denken van, hoe kan ik dat nou omlaag krijgen? Ja, zo is dat. Ja. En dan staan jullie klaar met tips en zo. Zijn jullie ook bij het Duurzaam Bouwloket terechtgekomen? Jullie vraag? Hoe hebben jullie dat gedaan? Nee, helemaal niet. Want ik heb het gewoon uit eigen handelen gedaan, zeg maar. Ja, het was ook... Kijk, ik kon gewoon spullen met korting kopen op de zaak. Ja. En je had de kennis al in huis. En ik had de kennis al in huis. Dus ja. En ik heb het meeste heb ik allemaal... Ik heb het eigenlijk allemaal zelf gedaan, laten we het zo maar zeggen. Ja. Dus grotendeels. Dus ja... En nogmaals, met wat ik allemaal gedaan heb om gasloos te worden en stroomloos te worden, dat heeft me nog geen 10.000 euro gekost. Nee, want dat is ook de eerste vraag. Goed dat je het zegt, alsof je met het scherm meekijkt. Hoeveel geld hebben de bewoners geïnvesteerd? Nou, dat is dan inderdaad wel. Want een van jouw stokpaardjes wil ik het niet noemen, een belangrijke boodschap van jullie, is dat het allemaal niet zo, het hoeft niet heel duur te zijn. Nee, dat klopt. Maar ik kon het natuurlijk ook zelf. Moet je het laten doen... Ja, dan komen daar de arbeidskosten nog een keer bij. En dan moet je dus rekenen dat het rond de 15.000 euro gaat kosten. Ja, dus dat is wel een beetje... Dat is wel prijs. Na aftrek van het teruggave van BTW en dat soort dingen. Ja, subsidies. Zo is dat. Ja. Nou, ik hoop dat daarmee de eerste vraag is beantwoord inderdaad. Ja. Hey, er is nog een verband tussen jullie drieën eigenlijk. Want jij ligt voor, hè? Tenminste, je hebt die voorlichting gegeven. Maar dat doe jij ook veel, toch? Ja, eigenlijk alleen maar... Dus vragen die mensen hebben, proberen wij met een onafhankelijk advies te voorzien. De reden dat het onafhankelijke zo belangrijk is, is iemand probeert je natuurlijk als zonnepanelenboer wat te verkopen. Want die verdient zijn boterham ermee. Ja, dat zijn bedrijven. Ja, zo is dat. Ja, precies. Dat is ook een goed recht natuurlijk. En wij merken dat mensen dat onafhankelijke advies, dat wij gewoon aan hun kant van de tafel kunnen gaan zitten. En met hun meekijken van, is die euro die je daarin investeert, is dat ook de meest logische keuze om als eerste te maken? Ja, dat wordt super gewaardeerd. Juist. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook de grote internetzoekmachines en zo. Hebben jullie daar ook veel gebruik van gemaakt? Veel online gezocht? In principe wel. Als je net zegt, ja, hij wel. Jij niet? Hè? Nee. Je hoorde het allemaal wel. Ik zoek altijd tot in de treur uit. Oh ja. Maar ik heb... ik ben begonnen met een setje van 3 zonnepanelen. Daar haalde ik 500 watt uit vandaan. Mm-hmm. Toen heb ik nog een bij de zaak vandaan. Dat kreeg ik met korting. Kocht ik een pakket van 6 panelen. En de laatste set van 6 die heb ik bij een bedrijf vandaan gehaald die het plug-and-play aanleverde. Hoe werkt dat? Plug-and-play? Plug-and-play. Ik ben bijvoorbeeld geen techneut, dus dan denk ik, plug-and-play. Dat vind ik interessant. Dat bedrijf heeft een site. Ja. En dan kan je dus kiezen uit verschillende zonnepanelen. Mm-hmm. Dus je kan je eigen eerst op internet een beetje gaan... Hoe noem je dat nou? Oriënteren wat de beste zonnepanelen zijn. Mm-hmm. En dan maak je daar je keuzes in. Met omvormers is dat net zo. Ze hebben keuze uit verschillende omvormers. Je hoeft aan te geven of je een plat dak hebt of een pannendak hebt. Of een schuin dak zonder pannen. Ja. En je hoeft aan te geven hoe lang de bedrading moet worden. En dan zorgen hun dat de stekkers er al aan zitten. En dan is het gewoon een kwestie van vastschroeven plug en play. That's it. Ongelooflijk. Het enige wat je zelf doen moet... moet laten doen, dat is even een extra groep in de meterkast laten zetten. Ja, dat is echt wel specialistisch werk. En een werkschakelaar bij de omvormer. En dan ben je al plug and play. Ja, precies. Want merk jij ook dat die hele markt natuurlijk enorm veranderd is. Dat de kennis toegenomen is, het gebruiksgemaakt. Absoluut. We zien steeds meer dit soort oplossingen ook voorbij komen. Je moet je natuurlijk wel altijd afvragen, kan ik dat dan zelf veilig doen? Want ik hoor zeggen op een schuin dak, maar je moet toch wel aardig avontuurlijk zijn om 6 meter hoog op een schuin dak te gaan staan met een zonnepaneel. Ja. Dus daar wil ik altijd wel even voor waarschuwen. Ja, en meterkastwerk, laat dat wel door een specialist doen. Ga niet zomaar lopen modderen in die meterkast. Maar ja, het versjouwen van die panelen, het leggen van het montagemateriaal, het kan in principe allemaal zelf. Het is niet super ingewikkeld. Nee. Als je geen twee linkerhanden hebt, dan is het gewoon goed zelf te doen.
Kijk eens aan. Ja, even een stijger tot de goot aan toe. Ja. En dan een mannetje erbij om te helpen met die panelen omhoog te brengen. Dan moet het echt appeltje-eitje wezen. Ja, ja, dat kan ik me nog ook. Maar ik begrijp best dat niet iedereen even handig is. Maar... Nee, maar er is iets te doen. En anders kunnen ze altijd bij jou terecht voor advies. Of natuurlijk altijd. Bij jou. Ja, of altijd. Maar ze net natuurlijk. Ja, ook ervaring. Ja, 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 ja. Niet bij mij, mensen. Niet bij mij. Maar goed. Jawel hoor. Zeg, ik had al gezegd. Hè, vragen die komen online binnen via de chat. En natuurlijk via het WhatsApp-nummer. Dus blijf ze stellen. Dan kom je aan de keukentafel. En er kwamen al een paar binnen. Dus dat gaat lekker. Jan, die wil weten. Dat gaat over een stolpwoning. Dus het is een iets andere woning dan deze. Mijn stolpwoning heeft een sporenkap met riet. Hoe kan ik dat bouwfysisch isoleren? Ik kijk even naar Wouter. Ja, dan kijk je naar mij. Ja. Ja, voor stolpwoningen zien we heel veel dat juist de bovenste verdieping voornamelijk als opslag wordt gebruikt. Vaak helemaal niet gebruikt wordt als leefruimte. En een hele mooie manier om dan te isoleren is gewoon op de vloeren of in de vloeren. Maar dus niet in de kap? Nou, dat kan, maar dat is veel meer ruimte. Want je hebt natuurlijk veel meer oppervlakte. Mm-hmm. En het is vaak helemaal niet zo belangrijk dat jouw kerstboom warm in de opslag staat. Nee. Dus op zich, die spullen die daar staan, die kunnen best tegen de kou. Dus wat wij heel vaak zien is dat er op de zoldervloer gewoon isolatie wordt geplaatst. Ja. Wil je anders tussen die rietenkap gaan isoleren, dan is het altijd even handig om even contact met ons op te nemen. Want er is een bepaalde opbouw van materialen en met juiste damwerendheid. En als je niet de juiste materialen gebruikt en de juiste damwerendheid toepast, ja, dan kan je vochtproblemen krijgen. Damwerendheid, daar gaat het over. Ja, ja, damptransport en het tegenhouden van vocht in huizen is super belangrijk. Ja. Heb je nu ook speciale folies voor, toch? Ja, je hebt gewoon een dampremmende folies of dampdichte materialen. Mm-hmm. Maar er staan ook klimaatfolies. En klimaatfolies zijn eigenlijk een soort slimme folies. Dat als het warm of koud is, dan herkent die folie dat en dan gaat de structuur open of dicht staan. Kijk eens aan. Ja, ja. Die techniek die gaat natuurlijk, staat nergens voor. Ja. Want hebben jullie ook veel geïsoleerd hier? Of was het al zo? Nou, in principe waren de muren, zit al isolatie tussen. Er zit 7 centimeter steenwol zitten tussen van het groene kriebelende spul, zeg ja, maar. Ja, echt de eerste generatie. Ja, precies. En de dakplaten zijn geïsoleerd. Daar zit 2-3 centimeter schuim zit erop. Dus ja, om dat nog aan te pakken vond ik eigenlijk niet zo nodig. Nee, nee. Onder de vloer zouden we nog kunnen doen, maar dat het houdt een keer op, zeg ja, maar. Ja, als ik nu ook al heb, natuurlijk, er staan wat lampen nu in de keuken. En we zijn met z'n vieren en met jou aan tafel. Dus je hebt ook een beetje warmte, maar je hebt die isolatie helemaal niet meer nodig, nee, lijkt mij. Klopt. Dan. Nee, klopt. Nee, ik ga daar geen geld meer in investeren, zeg maar. Zo is dat. Nee. Nog een aspect, heel mooi in het huis van jullie verwerkt, is de zonneboiler. Ja. En Co heeft daar een vraag over. Hoe hebben jullie het warme tapwater geregeld? Nou ja, dat is het antwoord al, hè? Nou ja, het warme tapwater hebben we geregeld dat als de zon schijnt, dan doet de zonneboiler, de zonnecollector, het water in de boiler verwarmen. Heb ik geen zon, dan heb ik als naverwarmer nog een boiler hangen van 50 liter. Aha, oké. Okay. En wat voor graden moet ik dan aan denken? Hoe altijd 60 graden. Altijd. Dus er zit een klep tussen. Mm-hmm. Dat als het water in de zonneboiler bijvoorbeeld 70 graden is, dan mengt hij hem vanzelf bij tot 60 graden. Juist. Dat is in ieder geval om de legionella te voorkomen. En daardoor is de boiler, de naverwarmer, boiler van 50 liter, is ook 60 graden. Want dat is ook wel een goede toepassing dus in een woning, zoals als die van jullie. Hè? Dat, ja. Dat is helemaal niet een enorm groot apparaat, hoor, die zonneboilers? Nee, het is een boiler van 120 liter, die zonneboiler. Ja. En dan als naverwarmer 50 liter. Dat is voldoende voor ons om te douchen, zeg maar. Kijk, heb je kinderen, dan heb je grootte nodig. Ja. Maar nee, dit is heel goed te doen. Maar je kan hem dus gewoon wel in de kast zetten. Zal ik zeggen. Het zijn enorme apparaten, toch? Je moet dus wel de nuance maken dat je met 120 liter niet voldoende hebt voor een gezin met kinderen. Nee. Dat is wel een belangrijke nuance. En als je dan groter gaat, dan ga je vaak 200-300 liter. Oh, ja. Die gaan wel de hoogte in en de breedte in. Dus dan heb je wel wat meer ruimte nodig. Maar ook daarvoor zijn vaak wel plekken te vinden in huis om zo'n ding kwijt te kunnen. Dan zou ik momenteel adviseren om een warmtepomp boiler te nemen. Ja, absoluut. Een warmtepomp boiler. Ja. Wat is dat? Nou, die werkt hetzelfde. Die haalt lucht uit de ruimte vandaan. Mm-hmm. En dat door middel van compressie doet hij het water verwarmen, zeg maar. Oké. Okay. Dus heb je de zon eigenlijk nauwelijks meer nodig? Dan heb je de zon helemaal niet meer nodig. Nee, dus nee, hij onttrekt warmte uit de ruimte vandaan. Kijk eens aan. Het werkt net zoals een gewone warmtepomp. Een gewone warmtepomp. Ja.
Nou heb ik uit betrouwbare bron vernomen, namelijk van jouzelf, dat we hier op bezoek waren, dat je ook nog voor het douchen wel eens nog wat instelt, toch of niet? Dus even, nou, dan stel ik me een beetje in en dan stap ik lekker onder de douche. Nee, ik denk niet dat je dat verkeerd begrijpt. Dan heb ik dat verkeerd begrepen. Nou, dat maakt het niet uit. Ja, daarom. Okay. Houden we elkaar goed. Of we kennen me niet meer herinneren. Dat kan ook. Dus, nee, dat dacht ik zo dat je dat wel eens wel nee, zei, maar nee, dat is helemaal niet echt. Panelen. Hoeveel panelen zijn er nodig voor de zonneboiler? Dus hoeveel zonnepanelen zijn er nodig voor de zonneboiler? Is een vraag van Tim. Hoeveel panelen voor de zonneboiler, voor het warm water? De collectoren. Ja, de collectoren, ja. Nou, ik heb 1 collector nodig voor 120 liter. Nou, kijk eens aan. En hoe groot is een collector? Een collector, ik denk dat die 1,70 meter is bij 1,20. Ah, oké. Okay. Ja, vaak ongeveer. 2 vierkante meter ongeveer. Ja. 2 vierkante meter en dan kan je gewoon 120. Dus voor 200 liter heb je 2 collectoren nodig. Ja, ja. Dus dat is een simpel rekensommetje, ja, zeg maar. Zo is dat. Dat begrijp ik zelfs. Ja. Hey, en zijn er nog dingen die jullie graag nog willen laten doen hier? Of hebben ze iets van, nou, we zijn wel klaar? Nee, tenminste, voor mijn idee ben ik klaar. Wij hebben totaal geen kosten meer, zeg maar. Het is zelfs nog zo dat wij hebben van het overschot van de zonnepanelen, we krijgen gemiddeld, 300 euro terug. Ja. Wordt er teruggesaldeerd. En daar kopen we onze pallets van. Dus we zijn echt kostenvrij. En dat is echt ook genoeg, die 300 euro. Ja, weet je, dat ene jaar krijgen we 500 euro terug. Ja. En het andere, dit jaar kregen we bijvoorbeeld maar 180 euro terug. Want we hadden natuurlijk een slechte zomer. Ja. Dus weinig zon. En een best strenge winter. Ja. Dus ja, dan moest er in dit geval geen geld bij, want we hadden nog zoveel pelletzakken leggen. Want wat André zegt, ook die vraagt ook, leuk André dat je even van je laat horen. Wat zijn de kosten van die pellets op jaarbasis? Die pellets op jaarbasis zijn 450 euro. Ah, oké. Okay. Dus dat is ook iets waar je op kunt begroten. Want wordt het vaak gedaan als een pelletkachel? Niet heel veel meer. Nee? Niet heel veel meer? Okay. Nee, er in het verleden was subsidie op houtkachels, of pelletkachels moet ik eigenlijk zeggen. En die is er sinds 2 jaar vanaf gehaald. Omdat houtstook een beetje discutabel is. Met name omdat de bron waar wij het vandaan halen ontzettend belangrijk is voor hoe duurzaam het is. Want je kunt je goed voorstellen dat als we de oerbossen voor moeten gaan kappen, dan kan je sterk afvragen of het zo'n goed idee is. Ja, ja. En dat is dus ook de reden geweest dat de subsidiegelden meer richting warmtepompen en zonneboilers zijn gegaan. En met het verplaatsen van die subsidies is ook de interesse in dit soort apparaten afgenomen. Toch wel. Ja, terwijl het een hele mooie oplossing kan zijn in heel veel situaties. Want het is in principe, kan je ook kiezen waar je pellets vandaan komen. Absoluut. Kijk. Er zijn ook pellets die komen bijvoorbeeld uit Zweden vandaan en daar wordt duurzaam gekapt. Ja, en we hebben zelfs gewoon Nederlandse pellets die bijvoorbeeld van houtfabrieken afkomen. Klopt. Die boren resthout. Of zagen. Ja, precies. Ja, dat wil Roland ook weten. Zijn pellets wel goed voor het milieu? Ja. Vraagteken. Nou, uiteindelijk, als we kijken naar gasverbruik, dan duurt het 1 miljoen jaar voordat we weer opnieuw gas hebben. Maar het duurt heel lang. Dus in principe is dat ook circulair. Ja. Maar een boom kun je groeien in 25 jaar. Dat is natuurlijk een stuk beter. Het is niet ideaal, maar het is in ieder geval een stuk beter. Ja. Maar je moet wel goed op de herkomst letten. Want als je het dus vanuit de Amazone laat komen, of vanuit Canada met een schip de oceaan over, dat is natuurlijk wel twijfelachtig. Ja, maar hier regionaal, dat gebeurt. Hè? Dat gebeurt. Ja, die centrales die worden allemaal voorzien van pellets die met die grote schepen hier naartoe komen. Ja. Ja, en dat kost natuurlijk een godsvermogen. Mm. En dat is twijfelachtig natuurlijk. Ja. Kun je dat zelf ook zien op de herkomst zakken? Dat je wel het staat erop. Oh, als je gaat zoeken op pellets, dan krijg je pellets uit Polen, pellets uit Zweden, noem maar op. Jullie letten er ook zelf op? Wij letten er ook op waar ze vandaan komen, en natuurlijk ook of het goede pellets zijn. Ja. Want het moet A-hout zijn, toch? Ja, het moet A-label hebben. Dat staat A-label er ook op. Ja. Ja. Staat een goedkeuringsnummer staat erop. Kijk eens aan. Nou kunnen ze dat natuurlijk allemaal erop zetten, maar je moet wel een beetje vertrouwen in hebben dat dat goed gaat. Ja, ja, zo is het toch, Jeanette? Dat zit wel goed, toch? Lijkt me wel. Ja, ja, inderdaad. Nou, hartstikke goed. Nou, Roland, we hopen dat je daarmee goed antwoord hebt op je vraag. Dan, we hebben nog iets niet genoemd. Dat is het elektrisch koken natuurlijk. Hè? Jullie koken op inductie. Ja. met een... Als mijn moeder zou tegen me praten, denk ik, oké, wat is er aan de hand? Leonie wil weten hoe dat bevalt. Nou, het begint steeds meer te bevallen. In het begin was het heel erg wennen. Waar moest je aan wennen? Of moesten jullie aan wennen? Nou, gas, dat is makkelijker te regelen, zeg maar. Hè? Dat vind ik, hoor. Ja, dat vraag ik. Want met het inductie ook, je begint op een hoge...
Hoge stand? Op een hoge stand. En, ja. En dan moet je weer terug. Maar dan heb je soms ook wel eens, dan is het weer te koud. Dus dan moet je weer opschakelen. En dan is het weer te heet. Dan brandt het weer aan. Dus je bent maar heel erg... ik ben nog steeds zoekende van... De gewenning, ja. Ja. Met gas doe je dat natuurlijk ook. Ja, maar dat is veel makkelijker te... Hè? Dat ben je al jaren gewend. Ja, ik weet het helemaal. Ik bedoel, dit is onze eerste inductiekookplaat. Dus ja. Wij hebben zeg maar 40, 50 jaar lang op gas gekookt. Ja. Dus ja, ik snap het helemaal hoor. Ja. Het is gewenning. Maar in principe, ja, perfect. Ik ben er uitermate tevreden over. Maar het is inderdaad wel zo. Je zet hem vol op. Het is zo warm. Ja, dat is het mooie ervan. Snel. Beter is sneller dan met gas. Ja. En... dan moet je hem lager zetten, want anders brandt alles aan. En dan zet je weer te laag en is de koker weer af, zeg maar. Ja, dus dan moet je toch weer ietsje hoger zetten. Maar als je daaraan gewend bent, perfect. Ja, en als het opgewekt wordt door zonnepanelen, helemaal perfect. Heb je ook wel ervaring mee, lijkt me? Want je was geanimeerd aan het meedoen. Want hoe kook jij thuis? Ik heb ook inductie. Oké. En het is gewoon een gewenning. Vanuit huis uit hadden wij ook altijd gas. En je draait eraan en je kan heel makkelijk terugdraaien. Je ziet ook wat er gebeurt. Maar je ziet het niet op een inductiekookplaat. Dus je moet wel weten, zeg maar, nou, mijn heb 14 standen. En als ik hem op 7 zet, dan gaat het precies goed. Dat is gewoon die gewenning. En als je 14 doet, dan is het in 30 seconden al aan de kook. Het gaat super snel. En als je dan iets te hoog zit... En dan doet hij het weer niet. Ik herken het, of wij hebben ook inductie nu. Ja, wij hebben 9 standen. Hoe zit dat hier in Enkhuizen? Wij hebben ook 9 standen. Oké. Maar goed, de Mie was goed gelukt vandaag. Oké, hartstikke mooi. Maar het bevalt wel, maar het is even wennen. Dat is even wennen. Oké, hartstikke goed. Ja. Ook over een onderwerp wat we nog niet hebben besproken. Dat is natuurlijk de ventilatie. We hebben het over isolatie gehad hier. Hoe wordt de woning geventileerd? Die wordt niet geventileerd. Oké. Ja, dan zetten we de deur open. Wij hebben helemaal geen ruimte. Ja, we hebben daar het keukenraam, zeg maar. Ja. Dat kunnen we op een kiertje openzetten. Ja. En in dat achterste kamertje, daar zitten roosters in de ramen. Ja, dat is het enige wat ventileren kan, zeg maar. Het enige waarop we ventileren kunnen, is de deuren op de haak te zetten. Ja. Ja. Er zitten geen roosters in de ramen. Nee. Dat zit er sowieso niet in, maar die één raam wel, zei je? Of? Ja, in het achterste kamertje. En dat was wel al standaard, of hebben jullie dat er zelf destijds? Nee, dat zat er standaard dat zat er in. Dus jullie, straks als wij zo klaar zijn hier met een gezellig gesprek, dan zet jullie eigenlijk de deur even open om door te tochten of niet? Nou, we hebben eigenlijk nooit geen last. Nee, maar dat wil ik dus net zeggen. Ik merk het niet aan tafel. Dan zit ik toch met 4 mensen en een hoop lamp om ons heen. We zitten het eind van de dag. Maar dit is wel een groot probleem. Want je merkt niet dat luchtkwaliteit achteruit gaat. Aha. Dus een heel mooi voorbeeld is, we zitten hier nu met z'n allen en we merken het eigenlijk niet. Maar als je nu een CO2-meter zou neerzetten, dan gaat die waarschijnlijk helemaal door het dak heen. Oh, toch wel? Ja, en een heel mooi voorbeeld van dat wij dat echt niet kunnen merken is, stel je voor dat je met z'n 10 in een vergadering zit. Mm-hmm. En die vergadering is uiteraard ook echt super saai, maar iedereen begint op een gegeven moment te gapen. Ja. En deels dus omdat het zo saai is, maar voornamelijk omdat de CO2 zo hoog is, dat je lichaam gewoon letterlijk begint te happen naar lucht. Goh, want het is een terugkomende vraag bij goed geïsoleerde woningen, duurzame, aangepaste woningen. Ja. Hoe zit het met die luchtventilatie? Ja. Is daar dan nog een stap op te maken? Heel moeilijk. Heel moeilijk. Deze huizen hebben vanuit de bouw eigenlijk helemaal geen ventilatie meegekregen. Mm-hmm. Het idee is dan, zet af en toe een raampje open. Maar je hebt geen idee wanneer je dat raampje open moet doen. Want ik zeg net, je weet niet wanneer Nee. En dan hebben we vroeger geleerd van 10 minuten lucht en dan is het allemaal goed. Maar het kan dan ook in 10 minuten weer slecht zijn. En eigenlijk moet je dus altijd een raampje openzetten. Maar als het buiten -10 is, dan doe jij dat raampje weer. Nee. Alle warmte weg. Ja, precies. Maar zo is het. Maar dan doe je ook de luikjes boven de ramen niet open. Nee. Dat is het nadeel. En daarom in nieuwe huizen doen we echt gemechaniseerde ventilatiesystemen. Dus die doen dat gewoon. Ja, exact. Hoe werkt dat? Balansventilatie. En hoe werkt dat dan? Nou, er wordt lucht afgezogen, maar er wordt ook weer verse lucht ingegooid. Ja, maar dan heb je dus wel kanalen in de precies. woning. Ja. En dat is het nadeel van deze woningen. Dat kan je bijna niet meer aanleggen. Nee. Dus wij zeggen ook altijd, ik had het net over die meter, schaf zo'n ding aan. Want dan zie je het echt van, wat gebeurt er nou eigenlijk? En dan weet je dus wanneer je dat raampje moet gaan openzetten. Kijk eens aan, oké.
Maar nou zijn wij natuurlijk ook wel met z'n tweetjes. Ja, ja je hebt een gezin. Veel nodig. Met ja, dan zou als we zo zeker met z'n allen hier zitten. Ja. Om inderdaad een deur of een raam open te zetten. Absoluut. Zeg maar. Ja. En we gapen nog niet, dus er is nog niets. Nee, nee, we zitten nog recht overuit. Nou ja, gelukkig. Nou, het komt ook door het groene pak, denk ik. Ja, waarschijnlijk. Houd je ook al wakker. Oké. Goed, we gaan weer even van de ventilatie naar het dak. Want Tanja wil weten, hoeveel zonnepanelen zijn er nodig voor een tussenwoning uit 1987? De tussenwoning is een rijtjeswoning, die bouwstijl 1987. Ja. Hoeveel zonnepanelen heb je dan ongeveer nodig? Dat ligt er net aan hoe je verbruikt. Ja. Ja, als we uitgaan van een gemiddeld gezin, dus is 3 à 4 mensen, hè? Ja. Gemiddeld gezin. Je moet uitgaan dat een zonnepaneel die levert momenteel gemiddeld 300 watt op. Juist. Ja. En 300 watt nodig. Maar de werkelijke watts die je ervan afkrijgt, is daar maar 60% van. Omdat te veel laat hangen in de. Omdat het niet altijd heel erg zonnig is. Nee, precies. Nou, hij ligt iets hoger al tegenwoordig. Je legt het tegenwoordig iets hoger? Okay. Afhankelijk van je oriëntatie is het natuurlijk super afhankelijk hoe je huis staat. Je huis kan je niet meer draaien. Ook heel belangrijk. Ja. En op het zuiden heb je dus 100%, maar bijna geen enkel huis staat direct op het zuiden. Nee. Op oost en west halen we tegenwoordig zo'n 85%. Okay. Dus dat is best wel hoog al tegenwoordig. Heel hoog dan 60. Veel hoger dan 60. Ja. En we kunnen dus tegenwoordig zelfs zonnepanelen plaatsen op het noorden. En dan zitten we aan die 60. Maar vroeger dat zijn hadden we daglichtpanelen. Ja, ja. Dat zijn geen zonnepanelen, maar daglichtpanelen. Ja, bijna alle panelen zijn dus nu in deze vorm. Ja. En we zien dus dat een gemiddeld gezin tussen de 10 en 12 zonnepanelen nodig heeft. Juist, 10 en 12. Dus Tanja, die vraag stelt natuurlijk niet voor niks. Tussen de 10 en 12 zonnepanelen nu nog. Maar de ontwikkeling van die panelen gaat natuurlijk ook weer sneller, of niet? Of is het bijna niet meer. Nee, is dit het gewoon? Nee, de technologie die we nu gebruiken, die zit echt tegen zijn limiet aan. En wat we dus wel zien is dat er nieuwe technieken worden ontwikkeld. Maar die zijn hartstikke duur. Dus we zitten een beetje opgesloten in hetzelfde systeem. En de panelen gaan wel steeds verder omhoog qua wattage. Maar dat komt eigenlijk alleen maar omdat ze ze groter maken. Ja, juist. Dan maar kunnen ze zeggen, oh, het is weer meer dan vorig jaar. Maar eigenlijk is het exact dezelfde techniek. Juist. En de rek is er echt wel uit, deze technologie. Goed zo. Nou, dan gaan we naar, of goed zo, maar dat is wel jammer. Ja, dat is wel jammer op zich. Precies, ja. Maar het houdt een keer op natuurlijk. Ja. Ja, want ik ben ook benieuwd naar de belasting voor het net, weet je wel. Als je dan straks met zonnepanelen zit, hoe je met je energienet, hoe je daar nou weer mee omgaat. Maar dat is misschien weer een andere vraag. Jij vraagt hoe het met net is. Als wij geen stroom verbruiken, dan komt er ook uit de straat vandaan, zeg maar. Ja. Nee. maar dat weet je natuurlijk niet. Kijk, als wij weten niet hoe het hier in de straat is. Of als iedereen hier zonnepanelen neemt, of dat... Ja, of het net het aan kan, een beetje, of nee. Een beetje natte vinger. Ja, in principe denk je gewoon om je eigen portemonnee en niet hoe het in de straat gaat. Ja, maar zo is het ook. Zo is het echt. Voordat, gespeculeerd, maar... Om een idee te geven. We hebben wel in Nederland steeds meer problemen op dat net. Maar het kan zelfs zo zijn. Het werkt een beetje als een soort lussen. Dat deze straat zit op een bepaalde lus en die kan problemen hebben. Maar de straat daarnaast zit op een andere lus en die hoeft die problemen dan niet te ervaren. Dus het is heel lastig te zeggen. Ja. En we zien dus wel dat helemaal in de kop van Noord-Holland bijvoorbeeld, echt helemaal aan het einde van het net, daar zijn de problemen wat groter als dat we kijken in een stad als Amsterdam. Ja. En we zien dus met faciliteiten te maken dan. Ja, met het overkoepelende net. Ja, ja. Er is steeds meer samenspraak ook met die netbeheerders om te kijken of we die zonnepanelen kunnen aansluiten. Dus maar wordt er dan ook tegen die mensen gezegd daar in het uiterste noorden van, je mag geen zonnepanelen, want het net kan het niet dan? Ja, dat wordt dus niet gezegd. Het blijft een vrije keuze. Ja. En wij zien nog steeds dat als het stroom overbelast is, dat het alleen maar in bepaalde momenten van het jaar een probleem is. Dus als de zon heel hard schijnt en het waait heel hard, dan hebben we een probleem. Maar dan gaat jouw omvormer uit. Maar in 90% van de rest van het jaar hebben we dat probleem helemaal niet, want dan schijnt de zon helemaal niet zo veel. Dus je productie zal iets lager zijn als die problemen zich voordoen bij jou in de buurt. Maar dat betekent niet dat die zonnepanelen er helemaal voor niks liggen. Nee. Dus het probleem is heel groot, maar ook weer niet zo groot als dat nu verteld wordt. Dus Den Helder kan opgelucht ademhalen, hè? Gelukkig maar. Dan gaan we naar de zonnepanelen. Want zijn er subsidies nog voor zonnepanelen? Geen subsidies, je krijgt de BTW terug. Oké, en dat is wel aantrekkelijk, toch? Ja, dat is, dat is 21%. Dat is 21%. Dus dat is best wel leuk geld. Dat is zeg maar. Leuker dan de meeste subsidies. Zelfs. Ja, klopt. Ja. Het kan bijna nog een soort spaarpotjes misschien te ver gestopt. Maar Christa, de BTW terug, 21%. En blijft dat ook zo of gaan ze dat afschalen? Het is vastgelegd in het Europese recht. Dus dit staat als een huis.
Kijk eens aan. Dus ja. Van de Noordpool, tenminste Noordpool. De Noordpool hoort niet bij Europa. Nee, helaas niet. Helaas niet. Nog niet, hè, want ze zijn druk bezig. Maar van de Noordkop moet ik natuurlijk zeggen dat er met Bari in Zuid-Italië. Dus maar je moet je wel aanmelden als klein ondernemer. Ja. Ja, want dat is ook nog een dingetje. Hè? Ja, want je vraagt btw terug omdat je stroom teruglevert, zeg maar. Ja. Moet je klein ondernemer wezen. Dus, en dan meld je je aan als ondernemer voor 1 jaar. Mm-hmm. En dan is het klaar. En dan meld je je weer af. Ja. Ja, okay. Je hoeft je niet eens af te melden. Nee, dat gaat automatisch. Met gaat automatisch, dus bijvoorbeeld Hemel van Katwijk Connections kun je jezelf noemen. En dan, na een jaartje dan is het bedrijf klaar. En dan, okay. Wordt overigens altijd voor je, bijna altijd voor je geregeld door een installateur. Ja. Ah, okay, tenzij je het zelf doet. Ik moet het zelf doen. Ja. Maar dat ging via het internet. Je hebt het gewoon zelf gevolgd. Maar als je dat inderdaad, je hebt een beetje koud watervrees, dan kun je dat gewoon dus door een bedrijf geregeld. Er zijn mensen die dat voor je doen. Ja, okay. Nou, dus dat zou dus kunnen. Dan over glas, trippelglas. Dat hebben jullie natuurlijk niet, hè? Nee. Dubbel hebben jullie, hè? Ja. Is trippelglas een goede investering? Dan kijk ik toch even naar Wouter. Trippelglas, dat is altijd wel een leuke opmerking, is bijna het slechtste wat je in huis kunt hebben aan isolatie. Okay, dan ben ik benieuwd, want we gaan nou naar Wochen toe. En die woning heeft trippelglas. Ja. Dus, okay. En daardoor is het dus extra belangrijk dat je goed glas neemt. Maar kan je dat even toelichten? Ja. Dat is wel een uitspraak. Glas is heel slecht qua isolatie. Dus je kunt een muur veel sneller, veel beter isoleren. Een dak, een vloer. Dus zelfs als je het allerbeste glas kiest, dan is dat vaak nog een van de zwakste punten in je huis. Goh. En dus is het echt extra belangrijk dat als je een keer de kozijnen bijvoorbeeld gaat vervangen, dat je dan nadenkt van misschien moet ik meteen trippelglas nemen. Want de kosten voor het vervangen van kozijnen zijn best wel substantieel. Maar het verschil tussen hoogwaardig dubbelglas en driedubbelglas, dat is vaak niet zo'n heel groot verschil. Nee, dus als Jan dit nou zo aan jou zou vragen, Wouter, ik wil trippelglas doen, is het een goede investering? Wat zou je dan nu zeggen? Als je je kozijnen zou willen vervangen. Ja, glas niet. Als je alleen je kozijnen wil laten zitten en je glas gaat vervangen, dan kan dat driedubbele glas er helemaal niet in. Want dat is veel dikker natuurlijk. Dan heb je eigenlijk alleen maar de keuze om naar HR++ glas te gaan. Maar glas is wel een goede investering. Met name omdat het heel veel comfortwinst kan brengen. Mm, comfortwinst als in? Minder trek vanuit buiten? Heb je oud glas, dan voel je de kou van dat glas afkomen. Ja. En dat kan echt de beleving van tocht geven. Ja. En hoe beter dat glas wordt, hoe minder je dat zal krijgen. Daarvoor hebben ze ook de radiatoren altijd onder de ramen hangen. Exact, ja. Want die kou die van de ramen afkomt, die wordt gelijk weer opgewarmd door de opwarmende, door de lucht van de radiatoren. Ja, je hebt een laag temperatuur radiator, dat hebben we net gezien in het filmpje. Hebben jullie daar last van, trek van glas? Nee, helemaal niet, want hier zijn ook alles, bijna alles is kunststof kozijnen met nieuw geordeling. Ja, en dat hebben jullie ook destijds laten doen. Nee, dat zat er al in toen het kocht. Dat zat er al in, bij de koop. En gordijnen, dat scheelt ook een heleboel. Dat maakt heel inderdaad. Dat maakt heel veel maar dan wel boven de radiator. Ja, dus niet eroverheen. Niet eroverheen. Nee, want dan blijft de warmte erachter hangen. Ja, precies. Nou, ja, wat zeg je? Dat gebeurt bij een hele hoop mensen. Oh ja? Gordijnen dicht, de radiatoren erachter en zeuren dat het koud wordt. Ja. En als je daar dan komt, zeg maar, om te adviseren en dan zeg je van, de gordijnen moeten korten, dan willen ze dat ook niet. Dat is lelijk. Ja, misschien wordt het een nieuwe trend hier in Enkhuizen ooit begonnen. Een vakantwijfje. Ja, wie weet. Hey, lieve mensen, dank jullie wel voor jullie gastvrijheid. We zijn een beetje aan het einde gekomen van deze uitzending. Zijn er nog echt zaken die jullie nog willen benoemen? Een boodschap die je mee wil geven of niet? Het hoeft niet hoor, we hebben echt superveel besproken. Dus. Ja, in principe wou ik gewoon laten zien dat je dus vrij goedkoop kan verduurzamen. Ja. En misschien op een onconventionele manier met een pelletkachel waar het niet iedereen het mee eens is. Ja. Nou, maar het hoeft niet echt heel veel geld te kosten. Nee. En wij hebben in het keukenblokje hebben wij een kleine boiler. Voor de keuken hebben wij nog een 5 liter boilertje liggen. Ja, dat is in het filmpje ook niet tevoorschijn gekomen, zeg maar. Je sloopt de studio eventjes, maar dat is koud. Nee, maar anders kost dat ook heel veel water voordat het is een keer... Ja, oké, dus dat hebben jullie even lokaal op die manier. Ja, want als je een vaatwasser hebt, dan heb je niet zoveel warm water nodig, zeg maar. Nee. Enkel voor een beetje afspoelen, dan is 5 liter meer is genoeg. Ja, precies. Oké. Nou, dat was dat was eigenlijk een beetje het hele verhaal. Goed. Ja. Wouter, ik kijk naar jou, want toch nog in de blessuretijd. Ferdi, die zegt, kan ik hulp krijgen bij het financieren van de verduurzaming? Altijd. Hoe?
Er zijn verschillende mogelijkheden. De meest bekende regeling is de energiebespaarlening. Dat is een landelijke financieringsregeling. De energiebespaarlening. Ja, en daarmee kun je tegen hele lage rentes geld lenen, mits je financiële situatie dat toelaat. Ja. Veel goedkoper als dat je bijvoorbeeld een persoonlijke banklening zou nemen. Dus volgens mij zit die rente tussen de 1 en de 2% op dit moment. Oh ja, en daar zien we dus ook echt van ja, dat loont om te investeren in je huis. Want je energierekening gaat eigenlijk harder naar beneden dan wat je erin investeert. Ja. En je woning wordt er comfortabeler van. Ja, helder. En anders natuurlijk altijd via Duurzaam Bouwloket, via Wouter en zijn collega's. Nou, nogmaals, dank jullie wel. Overigens ook voor de koffie, die was heerlijk duurzaam en lekker. Ja, erg leuk. En heel veel geluk en ik hoop dat jullie nog heel veel zakken in de pelletkachel samen mogen doen. Dan liggen er gaat voor jullie. 500 klaar. Dus, ja, hartstikke goed. We kunnen wel even. Dankjewel. Jij Wouter, dankjewel. Graag gedaan. Wij zien je verderop in de week weer terug. Want morgen gaan we naar de kroeg. Jawel, de oude Irma Ladouce. Want die wordt helemaal verbouwd op een duurzame manier. Door Danny Verdonk gaat ons er morgen alles over vertellen. Dus ik hoop dat je hebt genoten. En als je vragen hebt, natuurlijk Duurzaam Bouwloket. En anders laat je reacties achter in de comments. Zien wij elkaar morgen weer terug bij een nieuwe livestream van Gluren bij Duurzame Buren. Dag!